Dit is donderdagmorgen. En vandaag wil ik vir jou vraag dat jij moet toelaat dat God jouw reputatie moet bouwen. Wat bedoel ik? Die apostel Paulus het mos gesê, hij moest in sy bediening kies of hij mensen gelukkig wil maak of vir God. Dit is die keuze waarvoor ik en jij elke dag te staan kom en wat ik en jij moet maken. Je ziet die leven daar buiten plaas baie druk op ons om te doen wat allemaal doen. Om deel te wees van die rechte groepen. Anders is jij uit. En in Filippense 2 vers 7 lees ons dat Jezus ook sy status en eer moest afstand doen en die gestalte van een slaaf aanneem. Je ziet, ons Here was niet daarop uit om naam te kom maak nie. En ons moet het ook niet proberen doen nie. O, as ons mikpunt is om naam te maken, zal dit veroorzaak dat je vrees gaan even mensen. En eindelijk sê die Here, jy moet in die vrees van God leef. Ons is so geneig om die guns van mensen, bo die guns van God te zoeken. In te stel, het is baie meer belangriker wat mensen van mij denken als wat God van mij zegt en denk. Daar is niks meer wat die duivel meer gebruikt om mens buiten die wil van God te houden als die vrees van verwerping nie. Ik heb baie van mijn familie en vrienden verloor toen ik in mijn man besluit het om ons leven toegewijd te leven aan God. So besluit het een baie hoë prijs. Soos Paulus het ons gauw gauw geleer dat ik moet kies of ik mensen tevreden wil stel of om God tevreden te stel. Om gehoorzaam te leven van God. Ik en jij kom elke dag voor hierdie uitdagings en besluiten. Al het jij besluit, ik volg God, is daar keer op keer dingen wat gebeur, wat voel, oh, dit is een zwaar prijs om te betalen. Gaan ik kies om voort te gaan, om mijn reputatie te bouwen, of is ik bereid om al mijn menselijke pogings te laten varen, en God eenvoudig te vertrouwen en toe te laten dat Hij mij bouwt, dat Hij mij vormt. Dit is een baie pijnlijke proces. Ik sluit af weer met die tekst van Galatiërs 1 vers 10, waar Paulus zelf hier die zaak onderzoek het en die volgende vraag gevraagd. Hij zei: klinkt het nou alsof ik die guns van mensen zoek of zoek ik die guns van God? Probeer ik bij mensen guns kom? Als ik nog steeds die guns van mensen zoek, zou ik geen dienaar van Christus wees nie. Amen. Heere, dankie dat ons weet dat ons in die oor van die wereld toch zo gemakkelijk goed wil lyk. Maar Heere, dat ons eindelijk hierdie weet het, dat voor ons, voor die oor is ons perfect. Heere, gebruik ons, vorm ons, maak ons, plaas ons op die wil en maak ons wat die wil hee, ons moet wees. Amen.